Piet Verberg uit Meel kreeg dinsdagavond 18 april uit handen van burgemeester Antoine Walraven een koninklijke onderscheiding. Dit tijdens zijn afscheid van het brandweerkorps van de gemeente Meel en Sint-Hubert. Beste aanwezigen, aan mij de eer om de opening van deze avond te doen. Graag heet ik iedereen die hier vanavond aanwezig is van harte welkom namens brandweerbrouwer Noord-Pools Meel. Allereerst natuurlijk Piet en Ria, de kinderen en de familie en vrienden van Piet en Ria. Ook wil ik vanaf deze plek burgemeester Antoine Walraven en de wethouders Jos van de Boogaard en Erik van Dal van de gemeente Meel en Sint-Hubert van harte welkom heten op deze avond. Wanneer we terugkijken op de 33 jaar waarin Piet een bijdrage heeft geleverd aan onze post, dan komt het woord respect bij mij als eerste op. Ik denk dat iedereen die vanavond hier naartoe gekomen is, dat met mij eens is. Dat blijkt ook uit het zeer grote aantal mensen dat hier vanavond voor Piet aanwezig is. Respect is niet alleen op zijn plaats voor de 33 dienstjaren, maar ook voor de diversiteit aan diensten die Piet voor de brandweer heeft geleverd. Graag geef ik nu het woord aan Carolien, die ook een woord tot Piet wil richten. Een paar weken geleden was ik hier op een zonovergoten zaterdag ten behoeve van de brandweerwedstrijden. Trouwens, ongelooflijk mooie dag. Mijn complimenten, goed georganiseerd. En vanavond mag ik hier weer zijn, speciaal voor Piet. Of mag ik alweer hier zijn, speciaal voor Piet. Het is fijn dat hier al die mensen speciaal voor jou gekomen zijn. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik jou namens Brandweer Brabant Noord ontzettend bedank voor al die jaren inzet. Al die jaren jou ten behoeve van de gemeenschap heb ingezet. In ieder geval daarvoor bedankt en geniet van alles wat er nog gaat komen. Dankjewel. Ja, ook allemaal van harte welkom namens het college, voltallig aanwezig vandaag. Nou, heel kort nog heel eventjes, sinds 83 lid van de vrijwillige brandweer hier in Meel en Sint-Hubert. 33 jaar lidmaatschap, de functies vervuld van manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder, heb ik begrepen. Je hebt je 33 jaar lang vol enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor de veiligheid van onze inwoners. Naast het lidmaatschap van de vrijwillige brandweer stop je inderdaad ook als voorzitter van de brandweervereniging. Net allemaal uitvoerig toegelicht. En het is niet helemaal een verrassing, maar die jarenlang inzet als vrijwillige brandweerman is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. En daarom beste Piet, en dan moet ik altijd formeel zijn, geachte heer Peter Ludovicus Gerardus Verberg. Is het voor mij een grote eer u te mogen berichten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Graag jullie applaus. Ik ga mijn best doen. Ja, het is mooi netjes recht, het is weer gelukt. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Jij ook gefeliciteerd. En ik zeg altijd van, vrijwillige brandweer, 33 jaar, veel van huis. En dat kan alleen met de steun van jou, van thuis. En vandaar ook een bloemetje voor jou. Daarom jullie applaus. Om te beginnen, dank je wel voor deze blijk van waardering. Ik ben er best trots op. Het wordt gezien als 33 jaar vrijwilligerswerk, maar ik heb het altijd vooral gedaan omdat ik het een leuke hobby vond. Een gezellige club, spelen met mooie spullen en af en toe een mooie brand. Heel mooi dat er vandaag ook zoveel oud-gedienden bij aanwezig zijn. Een groot aantal van jullie waren al minstens 30 jaar bij de brandweer toen ik er net bij kwam. Om een of andere reden moeten de regels toen wel anders zijn geweest dan nu, want ik weet dat velen van jullie met net zoveel vrijwilligersjaren bij deze mooie club waren als ik, hiervoor niet zo'n linkje hebben gehad. Dus mannen, wat mij betreft is deze vandaag daarom net zoveel voor jullie.